Oké. We verliezen allemaal onze privacy. En dan denk jij nu misschien, dat is toch alleen maar wat creepy marketing. Maar het gaat veel verder. Please accept our terms of service. Ik ben de eerste genetisch gemodificeerde vrouw op aarde. En dan kun je wel zeggen, is dat wel ethisch? Kan dat wel? Hoe eerder wij gaan nadenken over hoe een wereld eruit moet zien zonder privacy, hoe beter.